Baron in Dedemsvaart is er nu sinds kort een infohuis. En dat is nu open. We zijn benieuwd wat betekent dat voor de burger. We hebben al zoveel informatie. Ik loop even binnen. Ja, de deuren gaan hier vanzelf open in Dedemsvaart. In de hal. En ik zie hier inderdaad een tafel staan met wat mensen. En inderdaad, ik zie info huis staan. Maron Ruben van de Stuur. Ja, ik ben even benieuwd. Ja, info huis, dan denk je bij jezelf, mooi initiatief. Er gebeurt van alles in Dedemsvaart. Maar hebben we nu niet genoeg informatie? Hebben we niet te veel informatie? En er is zoveel digitaal te vinden en te bekijken en te luisteren van waar nu die behoefte om een fysieke plek te creëren om informatie over te brengen. Het klopt inderdaad dat er overal inderdaad heel veel informatie te vinden is. We merken juist daardoor dat er heel veel inwoners een beetje aan het zwemmen zijn. Aan het zwemmen? Ja, dat ze kloppen aan bij een instantie met een bepaalde vraag. Blijkt toch niet de goede plek te zijn. Ze worden een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Ja. Dat hopen wij met het infohuis te voorkomen. Dat we zeg maar één plek, een laagdrempelige plek, hopen wij hier in de Baron. Ja. Waar inwoners kunnen komen met hun vragen. Dus ja, ik begrijp het. Dus het is eigenlijk vanuit een behoefte dat dit initiatief wordt gecreëerd. Ja, zeker. Dus daar is ook onderzoek naar gedaan. We zijn al een tijdje bezig. We hebben inwoners hier ook bevraagd van, is hier behoefte aan? Oh ja, een soort marktonderzoek, zeg maar. Ja. Onder hoeveel mensen, is dat bij benadering te zeggen? Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Ik ben later hierin gestapt. Een collega van mij is hier mee begonnen. Mm-hmm. Durf ik niet te zeggen dus. Nee, en dat wordt bemand door vrijwilligers? Of? Ja. En die mensen zijn in staat om iedereen op de juiste weg te helpen of het juiste antwoord te geven? Het valt me op. Ik heb zelf wel eens ervaring dat je ergens aanklopt en uiteindelijk moet het dan toch weer een contact gelegd worden met iemand. En die iemand moet dan weer een contact leggen met iemand. Je wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd, maar je wordt wel een beetje aan het lijntje gehouden. Proberen jullie dat met dit initiatief, met dat infohuis te voorkomen? Zit dat er ook wel eventueel in? We hebben de vrijwilligers die zijn geschoold. Ja? En wat dan? Wat moet ik doen? Wat moet ik me daarbij voorstellen, scholing? Onder andere een stukje onder het infohuis valt ook het informatiepunt digitale overheid. Dat gaat binnenkort landelijk starten. Dat is eigenlijk alle digitale overheidsvragen waarmee een inwoner kan komen, kunnen ze bij ons terecht. Daarnaast hebben ze een registratie en signalerings. Een gedegen opleiding, zo te horen. Ja. Oké, maar stel, ik kom hier nu aan vanmorgen, ik heb problemen met de buren. Wat zegt u dan tegen mij? Ja, ik praat niet meer met de buren, ze gooien afval over de schutting. Ik heb overlast van kinderen. Dat is niet, dan wordt het niet op dit punt opgelost, maar we horen het vooral wel aan. En wij zorgen dat die inwoner niet warm doorverwezen wordt. Dus niet, er wordt niet gezegd van, oh, dan moet u bij Vechtal wonen zijn of bij buurtbemiddeling van de Stiel. Maar er wordt dan warm overgedragen. Dus op dat moment contact gelegd met de organisatie van toepassing. Ja, en buurtbemiddeling volgens mij. Dat zou kunnen, inderdaad. Ja. Ja, maar als iemand, als het huurwoningen betreft, kan ik me voorstellen dat ook een woningcorporatie daarbij betrokken is. Ja. Oké, dus op allerlei niveaus, op allerlei vlakken kunnen mensen financieel, ook in verband met bouwvergunningen, want hier is ook een loket van de gemeente, dus het is voor de mensen die eigenlijk de weg zoeken en het nog niet helemaal weten, maar het is ook min of meer een beetje een doorgeefloket, begrijp ik? Nou, je kan zien dat de vrijwilligers zijn een soort van, we noemen het wandelende sociale kaart. Ja. En zij weten inderdaad waar ze de inwoners naartoe kunnen bemiddelen indien nodig. Ja. Als het niet op dat moment, kan ook een hele korte vraag zijn, hè, dat het direct opgepakt kan worden door de... En hebben jullie een specifieke groep in gedachten? Want er komen ook natuurlijk mensen, een heleboel nieuwe inwoners in de gemeente, vanuit andere landen, statushouders en zo. Ja. Worden die mensen specifiek begeleid of moeten die mensen hier ook gewoon de boel gaan uitzoeken waar ze terecht kunnen? Ze mogen inderdaad ook bij ons aankloppen, maar wij hebben ook
in de voorbereiding contact gelegd met alle betrokken netwerkorganisaties hier die in Deliswijk actief zijn, waaronder bijvoorbeeld de vluchtelingenwerk. En eigenlijk alle organisaties ondersteunen ook dit initiatief. Ja. En het kan best zijn dat in de toekomst bijvoorbeeld, wanneer het infopunt of infohuis geopend is, dat dan ook een medewerker van het vluchtelingenwerk aansluit, dat op dat moment gelijk iemand... Ja, precies. Ja, maar het is allemaal in ontwikkeling. Okay. En info is gratis of moet er betaald worden? Dat is gratis. Helemaal gratis. En jullie zijn hier elke dag of een paar dagen per week of een paar uurtjes per week? We zijn op dit moment de maandag, middag. En de maandagavond geopend zijn natuurlijk ook mensen die overdag aan het werk zijn. Ook die mensen willen we graag. Ja, precies. 's Avonds. En er is ook een site, neem ik aan, of niet? Nee, op dit moment niet. Nee, geen site deze keer. Nee. Gewoon een fysieke plek. Maar mensen kunnen ons wel via de mail. Ja, en waarom de Edelsvaart? Waarom niet Lutten of Marienberg of Hardenberg? Omdat wij in dit gebouw zitten meerdere organisaties. Multifunctioneel. Een multifunctioneel centrum. Gebouw, ja, ja. Centrum. En we merkten gewoon tijdens spreekuren dat inwoners vaak op de verkeerde plek kwamen. Mm-hmm. Daarom hebben we die samenwerking eigenlijk opgezocht. Het is een samenwerkingsverband. Okay, ik denk dat het beeld duidelijk is. Nou, bedankt voor de informatie en uiteraard veel succes. Hoeveel vrijwilligers we zijn hierbij betrokken zijn? Op dit moment 8. 8? Okay, ja. Dat is wel een behoorlijke groep. En is de bedoeling dat uitgebreid wordt of... Als wij meer gaan openen, als het wat meer bekendheid krijgt, ja. Het begint te lopen, dan hopen we eigenlijk wel op dagelijks. En als jullie niet meer nodig zijn, dan hebben jullie waarschijnlijk jullie doel bereikt? Ja, ik denk niet dat Nee, dat is ook niet het doel. Nee. Okay, akkoord. Bedankt. Ja. Ja.